Beste mensen, per 12 oktober ben ik benoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen en heb ik mijn rol als algemeen directeur neergelegd en overgedragen aan Chris van der Veen. In het komende interview gaat Annemarie van Oorschot, in het dagelijks leven communicatiemanager van VNO-NCW, gaat aan de hand van een interview een aantal vragen met mij doornemen. Ga ik jullie in de toekomst niet meer zien? Nee, natuurlijk wel. Ik hoop jullie te blijven ontmoeten, maar misschien wat minder vaak. Henk Willem van Dorp heeft in 1985 Van Dorp opgericht en uitgebouwd tot een groep met 35 bedrijven en 2000 werknemers. Een knappe prestatie. Inmiddels is hij 62 en in een nieuwe rol gestapt, die van voorzitter van Raad van Commissarissen. Ik ga met hem in gesprek. We gaan terugkijken, naar vandaag kijken en vooral ook naar de toekomst kijken. Henk Willem, welkom. Annemarie. 35 bedrijven, dat zijn er nogal wat. Ja, dat klopt. Ja. Verrassend als je er terugkijkt. Er zijn 20 installatiebedrijven, er zijn 5 fabrieken, 16 verkoopkantoren in 14 landen. En dan nog bedrijven in ondergrondse infrastructuur en dan nog 3 ingenieursbureaus in Nederland. Ja, dat zijn er heel veel. Ja, inderdaad. Hoe heb je dat opgebouwd? Want ik denk dat je klein begonnen bent. Ja, we zijn inderdaad klein begonnen. We begonnen door hoekverwarming over te nemen in Zoetermeer. Destijds in de 7 november 1985. En daar werkte op dat moment 10 mensen. Ik was nummer 11. En dat was eigenlijk gewoon een klein lokaal werkend installatiebedrijf. Gericht op verwarming van gebouwen. Ja, dat is gaan groeien. In eerste instantie zijn we wat groter geworden. En dan zijn we disciplines gaan toevoegen. Met name elektrotechniek. En later zijn we doorgegroeid naar een allround installatiebedrijf. Ik werkte destijds bij Verzwaai, van Buren Verzwaai. Als bedrijfsleider? Ik was daar verkoper. Oké. Okay. Eerst compacte airconditioners. Later de duurzame installaties. Daar heb ik met heel veel plezier gewerkt. Maar ik vond het wat groot worden, wat bureaucratisch. En op een gegeven moment vroeg ik aan mijn chef, wat kan ik rijk worden? En die zei van, daar gaan we zo over vergaderen. En die overlegde met de directie en die kwam tot de conclusie, ik kon wel chef worden. Kijk, naar al die oude grijze kerels denk ik, dat wil ik helemaal niet worden. dat lijkt me niks. Dus ik wilde voor mezelf beginnen. Dus ik heb contact gezocht met Jan Hoek en gevraagd of hij misschien bereid was zijn bedrijf te verkopen. Hij zegt, joh, hoe weet je dat? Ik ben er inderdaad mee bezig, maar Ik zei, ik probeer het gewoon. Hij zegt, ik ben met mijn bedrijfsleider bezig, als het niks wordt, bel ik terug en dan hoor je wel. Dus ik kwam terug van Wintersport, had er iemand gebeld. En dat was Jan Hoek en die wilde wel verder praten. Het bedrijf stond er niet zo goed voor. Dus de bank wilde ook niet financieren. Dus toen hebben we een deal gemaakt, je gaat er een jaar werken. En dan neem ik het over. En met wat strubbeling is dat toen uiteindelijk is dat gelukt. Je hebt 4 zonen. Ja. Die zitten inmiddels allemaal in het bedrijf. Ja, ik heb levenslang, ja. En ik heb gelezen dat zij ook hele verschillende capaciteiten hebben. Ja, dat klopt, ja. Die perfect aansluiten op elkaar. Ja, dat is frappant, dat is zo. Ze zijn wat dat betreft complementair. En ze kunnen het goed met elkaar vinden, dus dat helpt. Kun je er iets over zeggen? Bert is heel erg betrokken op de techniek, de oudste zoon. En die is ook de werktuigbouw en in de natuurkunde afgestudeerd. Dus die heeft nu een rol van directeur R&D bij de Orange Climate Groep. En verantwoordelijke voor het bedrijf Atarcus. Paul is met name is onze commerciant. Die verkoopt ijsklontjes en Eskimo's. Rick is erg betrokken op de financiën. Die werkt hier ook als regiocontroller. En Chris is de jongste. En die is momenteel druk bezig zijn masteropleiding af te ronden. Dat doet hij ook in het weekend. En hij is nu technisch beheerder. En is begonnen als monteur en maakt nu op dit moment een snelle carrière op de vesting Rotterdam. Ze hebben allemaal wel wat ondernemersbloed. Ja, de tijd zat leren wie die rol toebedeeld krijgt. Ja. Ja.
Ja, je hebt geen dochters. Nee, helaas. Wel schoondochters. Dat is ook heel leuk. Ja, ja. Maar het is natuurlijk toch heel bijzonder dat al jouw kinderen nu in het bedrijf zitten. En dat dus ook zelf willen. Ja, ja, dat is werkelijk. En daar iets kunnen toevoegen. Ja, kijk, we hebben gezegd, we zijn als ouders geslaagd. Als je je opleiding afrondt, als je een leuk gezin sticht, dan zijn we als ouders geslaagd. Ja. Of je het bedrijf wil, dat is jullie keus. Ja. Ja. En er zijn er een paar mogelijkheden. We knippen het op. Dan kun je eigen ding doen. Of je blijft bij elkaar. Maar dan moet je wel met elkaar overleggen. Ja. Nou, ze hebben heel nadrukkelijk gekozen. We zijn behoorlijk complementair. Ze hebben heel nadrukkelijk gekozen om te zeggen van nee, wij blijven bij elkaar. Dus wij gaan het samen doen. Ja. Dat lijkt ons echt leuk. En nu is de algemeen directeur is Chris van Veen. Ja. Chris is de algemeen directeur van het installatiebedrijf, hè? Mm-hmm. Van de 20 installatiebedrijven. Mm-hmm. En daarnaast hebben we natuurlijk nog Hans van der Steen, die dat van de Ondergrondse Heenvrij is. Mm-hmm. En William Baas, dat is van Norris Climate Groep. Oké. En wanneer nemen jouw zonen die algemene leiding over? Ja, daar is geen datum aan gekoppeld. Maar dat heeft natuurlijk wel te maken met hun ontwikkeling. En het is natuurlijk lastig, het is dermate groot dat het niet gebruikelijk is dat dertigers leiding geven aan een bedrijf van deze omvang. Ja. Kan wel, ja. Daar niet van. Maar het is een proces waar geen tijdsdruk op zit. Nee. Dat moeten ze zelf aangeven, of wanneer ze daar klaar voor zijn. Ja, ja, je wil ze echt de ruimte geven om... Ik wil ze ook de ruimte geven om de aandacht en energie aan hun jonge gezinnen te geven. Ja, nou, heel verstandig. Ja, inderdaad, ja. Ja. En je vrouw, is die ook actief in het bedrijf? Ja, mijn vrouw is op de achtergrond actief. Ze heeft regelmatig een rol gespeeld bij sollicitatiegesprekken voor directiefuncties. Dan organiseerde ik een diner en daar ging ze mee. En haar oordeel is dan doorslaggevend. Het is irritant, maar ze zijn bijna altijd gelijk. Ze heeft een belangrijke rol als klankbord. Ja, dat is behoorlijk wat gesprekken, die worden thuis dingen besproken. Ja. Ze heeft een actieve rol in de Van Dorp Foundation. Daar is secretaris van. En wat doet de Van Dorp Foundation? De Van Dorp Foundation die helpt de... kijk, het is zo dat ze de... 20% op deze wereldbevolking is arm en 20% is rijk. Ja. Daarbinnen is 1% erg arm en 1% erg rijk. Ja. Nou, als de bovenste 1% naar de onderste 1% helpt, dan gaat het een stuk beter. En jullie behoren tot de bovenste 1%? Als je naar de statistiek kijkt wel, ja. Okay. En je hoort al bij de bovenste paar procent als je in Nederland geboren bent. Hè? Oh, dat beseffen de mensen niet. Yeah. Maar je hoort al bij de bovenste paar procent als je in Nederland geboren bent. Yeah. Dus dat betekent dat we helpen. We zijn begonnen met helpen. Toen heb ik eerst uitgevolgd waar wonen naar de allerarmste van deze wereld. Die woonde destijds in Oeganda en in Bangladesh. Nou, Oeganda, een kennis van mij, had daar een tijdje gewoond en gewerkt. Die wist wel een paar projecten. Ze zijn begonnen met daar geld uit te delen. Nou, dat zijn ze gewend. Dat lost zij nog op, maar het voelt wel goed. Ja. Later zijn we meer structureel daar gaan helpen. En we zijn ook de aandacht gaan hebben voor de armoede in de omgeving. Dus eigenlijk alle bedrijven, die ondersteunen wel iets in de omgeving. En elke medewerker kan iets voordragen. Als een sponsordoel. En dat doen we soms in kind. Of we doen het met materialen of met kennis. Of we doen het met geld. Bijvoorbeeld de voedselbank die sponsoren die gebruiken onze vrachtwagen. Maar dat is in Nederland. Dat is in Nederland, ja. Ja. En pas hebben we... Alle kinderen die bij de ouders bij de voedselbank zitten hier in Zoetermeer een bon voor een Happy Meal bezorgd. Dus daar komen ze nog eens een keertje naartoe. Ja. Ja, dat is mooi. Ja. Maar die structurele bijdrage in de twee ontwikkelingslanden, kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, we ondersteunen daar een boerderij, een ziekenhuis, met de techniek. En daar zit een boerderij bij. Daar proberen we inkomen te genereren voor de mensen. Er zit een bakkerij bij. Er werken een aantal dames die daar brood bakken en dat brood verkopen.
dat is inmiddels de redelijk volwassen project aan het worden. Dan gaan we wel naar we moeten het gebouw uitbreiden. Ja. We gaan naar de. En we hebben nog een project, dat is een houtplantage. Daar hebben we 205 hectare bos. En met die 205 hectare bos compenseren we onze CO2 footprint. Ik hoop eigenlijk, voordat ik echt stop, dat dit bedrijf CO2 neutraal is, op de goede manier. Ja. We zijn nu. Als je dus stopt als voorzitter van de Raad van Commissarissen? Als voorzitter van de Raad van Commissarissen, ja. Als ik echt laatst stuk aandelen aan de kinderen overgedragen heb, dan is het mooi geweest. En heb je al een jaartal in je gedachten? Jawel, maar die communiceer ik niet, want dan gaat iedereen bij rekening houden. Maar wij willen natuurlijk even kijken of je doelstelling CO2 neutraal realistisch is. Nou, ik hoop de mijnen van ons, van de commissarissen, 3 jaar. Die kunnen maximaal 2 keer verlengd worden. Oké. Okay. Dus dat geeft een beetje een beeld. Oké. Okay. Ja. Dus dan, even kijken, dus over 1 jaar of 9 is je bedrijf CO2 neutraal? Ja. Nou, we moeten het nog eventjes over jouw nieuwe rol hebben. Ja, inderdaad. Je bent nu voorzitter van de Raad van Commissarissen, sinds een maandje. Ja. En wat houdt die functie in? De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor 3 dingen wettelijk. Hè? 1, toezicht op het bestuur van het bedrijf, zodat het bedrijf goed functioneert. De tweede rol die ze heeft is het geven van advies. De derde rol is aan de directie, gevraagd en ongevraagd. Ja. De derde rol is natuurlijk de vertalen van de buitenwereld naar het bedrijf. Hè? En de vierde rol die wij erbij gegeven hebben, heel nadrukkelijk als familiebedrijf benoemd hebben, de RVC is verantwoordelijk voor de benoeming van de directie. Is dat normaal gesproken niet zo? Bij een familiebedrijf is dat vaak voorbehouden aan de aandeelhouders. Oh, oké. Okay. Maar in dit geval hebben wij dat heel nadrukkelijk gedelegeerd aan de directie. Oké. Okay. Ja. Aan de Raad van Commissarissen. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Advies geven, gevraagd en ongevraagd. En wat voor advies moeten we dan denken? Kijk, een directie zit niet te wachten op vroeger was alles beter. Nee. Ja, dat vond ik altijd buitengewoon irritant. Ja, dus maar dat kan ook niet met zo'n innovatief bedrijf. Dat kan ook niet. Dus nee. Dat betekent wel dat je de klank, maar dat betekent natuurlijk wel, blijft de klankbord vooral over. Ja. Je merkt vaak dat mensen hebben een goed gesprek met je gehad als ze zelf het woord geweest zijn. Ja, vaak hebben ze een goed gesprek gehad. Dus jij hebt zo meteen een heel goed gesprek gehad. Ja, inderdaad. Ja. Ja, zeker. En je zei ook een andere belangrijke taak is, hè, dat je de buitenwereld naar binnen haalt. Ja. Nou, volgens mij is dat helemaal jouw stil. Ja. Want je zit overal op en in. Ik zat overal op en in, ja. Ja. Hoe zie je dat voor je? Nou, kijk, een van onze commissarissen, die is professor aan de TU Delft. Dus die houdt feeling met waar wij de technologische ontwikkelingen. Is dat de waterstofprofessor? Nee, Dat zat van week. Die zit ik mee in de waterstofcommunity. De andere, dat was Piet Hogendoorn, die ben ik opgevolgd. Dat was de oud-voorzitter van Deloitte & Touch, wereldwijd. En dus die had met name natuurlijk zijn financiële expertise en ook zijn organisatie-expertise. Ja. Gert-Jan Huisman, de CEO van Anders Invest, investeringsbedrijf, een private equity fonds. Dus die heeft veel ervaring met de acquisitie en de aankoop van bedrijven. Ja. Dus ze hebben allemaal eigen specifieke talenten. Mm-hmm. Nou, en ik hoop dat weer een beetje te complementeren. Ja. Ja. Nu heb je op je visitekaartje rentmeester staan. Ja. Volgens mij weet iedereen in dit bedrijf dat. Ja. En dat staat natuurlijk ergens voor. Ja, dat geeft altijd wel een leuke aanleiding tot een gesprek. Mensen hebben daar andere beelden bij, hè. Voor mij heeft het de Bijbelse betekenis. Mm-hmm. Om te symboliseren dat ik het bedrijf is iets wat er een tijdje op past. Dat geef ik door aan de volgende generatie. Dan mogen ze even een tijdje op passen. Mm-hmm. Dan mogen we door aan de volgende generatie enzovoorts. Ja. Dus ik vind het ook fantastisch om te horen dat bedrijven zoals Bavaria
dat daar een zevende generatie aan het roer staat. Ja. Ja. Dus ik ben benieuwd, ja, ik kan natuurlijk niet zo ver in de toekomst kijken, maar ik ben benieuwd hoe de kleinkinderen het straks gaan doen. Ja, als je nog even terugblikt op de afgelopen jaren als algemeen directeur, is er dan iets wat er enorm uitspringt, waar je vaak aan terugdenkt? Nou kijk, toen ik 60 werd, hadden ze mij verrast met een helikoptertochtje. En toen werd ik opgewacht door 250 monteurs met hun auto's. Geweldig. Ja, dat was heel indrukwekkend. Yeah. Ja. Ook met name, kijk, vroeger heb ik met de jongens meegewerkt, hè. Was er een klusje, dan hadden ze een derde handje nodig en dan kwam ik langs en dan hielp ik ze. Ja. Ik heb nog zelfs mensen lastig geleerd, omdat ik dat wel kon en zij niet. Ja, ja, ja. En je werkt gewoon mee, dus je zat dichtbij met die jongens. Morgens kwam ze aan je bureau vragen wat ze moesten doen. Ja. Nou, door de jaren heen is de afstand natuurlijk groter geworden. Ja. Maar dan is het toch leuk dat je op zo'n moment ineens denkt, die afstand is toch minder groot dan ik dacht. Die is gelukkig minder groot dan ik dacht. Ja. En dat springt er bovenuit, maar elke keer weer. Je hebt dat aandenken ook gekregen. Ja, ik heb dat aandenken ook gekregen van met 60 jaar bestaan, toen ik 60 werd. Ja. En maar dat staat voor jou, hè? Dat is dat rentmeesterschap, ja, dat er uitgebeeld wordt. Ja, nou, het aardige is ook, het is samengesteld als producten waar ik een rol in gespeeld heb. Die handen, dat heeft te maken met een 3D-printer, zijn eruit geprint. Oh, ja. Dit aluminium rooster, daar hebben we nieuwe machines voor gekocht. Dat zetwerk en dat polswerk, daar hebben we ook een nieuwe machine voor gekocht. Wat bijzonder. Ja, dus dat hebben de jongens van mij ontwikkeld, gemaakt. Leuk. En de wereldbol, dat harmoniseert ons beeld van, we hebben de wereld in onze handen. Wij zijn verantwoordelijk voor deze wereld. Dus daar, ja, dat was wel een mooi moment. Maar elke keer weer, kijk, ben je daar helemaal. Een ander pand, helemaal gerenoveerd, helemaal duurzamer gemaakt. Hè? Ja, mm-hmm. Dat vind ik ook fantastisch. Ja, dan loop je daar trots door natuurlijk. Ja, inderdaad. We zijn nu bezig in Rotterdam. Zijn we een pand klaar aan het maken voor de vestiging in Rotterdam. Ja. Nou, dat wordt echt een heel mooi pand. Ja. Ik heb veel plezier aan van de nieuwe inrichting. De huisstijl van de nieuwe inrichtingen. Dat mensen een mooie werkomgeving biedt met zit-staatbureaus. Mm-hmm. Met flexplekjes. Iedereen heeft wel een eigen werkplek. We willen toch heel graag dat het bedrijf een thuis is voor ze. Ja. Want dat bedrijf geloof ik niet in de flexplekken. Nee. De mensen willen herkend en erkend worden. Ja. En net zoals je thuis een eigen plek hebt, dan wil je dat ook op je bedrijf hebben. De medewerkers hier ook. Ja. Ja. Nu zei je net, ik heb vroeger met die jongens meegewerkt en ze lessen geleerd. Ja. Inmiddels denk ik dat er ook meisjes zijn, of niet? Ja, klopt. Ja. 13% van onze medewerkers zijn dames, zijn vrouwen. Dat is veel, het dubbele denk ik, van een gebruikelijk technisch bedrijf. En er komen steeds meer capabele dames bij ons in dienst. En dat vormt de piramide. En op een gegeven moment komt er ook een eentje boven drijven. Dat lijkt me leuk, hoop ik mee te maken. Ja. Ja. En zie je verschil tussen de vrouwelijke technici en de mannelijke technici in hoe ze hun werk aanpakken bijvoorbeeld? Ja, nou, je ziet als een bedrijf een evenwichtig personeelsbestand heeft, wordt het beter van. Dat geldt niet alleen op het gebied van de man-vrouw verhouding, maar ook de diversiteit. Mensen hebben meer begrip voor elkaar. En dat geldt ook met name naar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Oh ja. Wij streven ernaar dat 2,5% van ons bestand de enige afstand heeft tot de arbeidsmarkt. En dat hebben we onszelf vrijwillig opgelegd. Ja, dat is weer die maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het gaat in de fabrieken makkelijker dan in de installatiebedrijven, waar we veel op locatie moeten werken. Ja. Bij een fabriek hadden we een man die maakte luchtkleppen. Dat was echt zijn ding. En toen we dat besloten te concentreren op één plek en min of meer te automatiseren, heb ik dat proces stopgelegd. Dus zeg, want ik wil eerst weten wat Erik dan gaat doen. Ah, wat goed. En 2 maanden later kwam hij mij vertellen wat Erik toen ging doen. Dus hebben we gezegd, oké, dan is het akkoord. Ja. Wat goed. En wat ging die doen? Hij ging de kunststof frames maken. Okay. Een beetje vergelijkbaar werk. Ja. Wat ook gebeurde. Hij kon die overgang ook maken. Ja. Ja. Waarom heb je besloten nu in de rol te stappen van voorzitter van de Raad van Commissarissen? Ja, nou, kijk, hoe je het went of verkeerd, er is natuurlijk een reden waarom mensen op een gegeven moment voetballer worden en in het veld staan. En op een gegeven moment op een bepaalde leeftijd toch geacht worden naar de tribune te verhuizen.
Ja. En Leider is optimaal tussen wij Witters en de 60ste. Nou, ik heb er nog een paar jaar aan vastgeplakt. Ja. Maar de tijd gaat door. De tijd van de komende generatie. En ik wilde niet dat de zoons mij moeten opvolgen. Oké. Ja, heel nadrukkelijk wil ik dat niet. Nee. Omdat dan wordt altijd een ongelijke wedstrijd en een verkeerde spiegel. Dus ze kunnen beter iemand anders opvolgen. Ja. En gelukkig hebben we Chris van Veen gevonden. Van de Veen gevonden die dat ja. met veel enthousiasme die rol oppakt. Ja. Ja. En vind je het moeilijk om in die nieuwe rol te stappen? Ja. Vind ik lastig. Ik moet gewoon op mijn handen leren zitten. En daar doe ik mijn best voor. Okay. Ik heb heel veel keer een tijdje bij een bedrijf gewerkt. En als het goed ging, weggegaan. Maar elke fase moet je weer in bekwamen. Dus dit moet ik ook leren. En waar ben je het meest trots op? Ik ben toch wel erg trots op het feit dat de jongens het een mooi bedrijf vinden en het door willen zetten. Ja. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja. In zo'n prachtig familiebedrijf. Ja. Nou, dankjewel voor het gesprek. Ja, dankjewel voor het interview. Hoi.